De Eendekooi, ja, het ligt hier vlak langs de provinciale weg. Omringd door nog een heleboel landschappen van Noord-Holland. Daar middenin ligt de Eendekooi. Maar ja, toch zijn een hoop mensen benieuwd wat er achter die grote groene deur eigenlijk gebeurt binnen de Eendekooi. Kunnen we een kijkje nemen? Ja hoor, we gaan naar binnen en dan ga ik u het een en ander laten zien en uitleggen. We zullen de poort openen. Ja, we zijn hier door het hek naar binnen gegaan, maar we zijn dus nog niet in de eendenkooi. We zijn hier in het kooibos om de eendenkooi heen. We hebben dus twee kooibossen aan de zuidkant gelegen van de kooi en aan de westkant. En dat is eigenlijk om een geluidsbuffer te hebben naar de eenden toe op de kooiplas. En het is ook voor de rust heel bepalend. Dus dat ze zo min mogelijk invloeden van buitenaf de eenden kunnen verstoren. Dus we lopen hier nu zo direct door het volgende hek en dan komen we echt in de eendenkooi zelf. Nou, we zijn hier dus het volgende hek doorgegaan en we zijn hier nu dus in de eendenkooi. En we staan hier op het kooipad. Het kooipad, u ziet het wel, dat achter mij loopt, dat loopt om de plas heen. Dat is dus een grote vijver. En om die plas heen, de kooiplas, loopt een heel pad. Zodat alle vangpijpen, we hebben er 5 in deze eendenkooi, dat die allemaal goed bereikbaar zijn voor de kooiker. En we staan nu hier aan het begin van het kooipad. En als die kooiker altijd op zijn kooi kwam, als hij echt nog vangend was, dan kwam hij hier binnen en dan keek hij eerst altijd naar de wind. Want die eenden zijn haarscherp, die ruiken goed en die horen ieder geluidje. Dus dan keek hij hoe hij moest lopen. Hij mocht dus nooit boven de wind omlopen, want dan ging zijn geur werd al verspreid over de kooiplas. Dus dan werden de eenden al onrustig. Dan liep hij onder de wind door. Dan ging hij altijd de kant op, liep hij met de wind in zijn rug van de plas af. Dus dat was heel belangrijk om niet de eenden te verstoren. We lopen nu zachtjes aan even hier langs het kooipad af, langs een van de vangpijpen. En dan lopen we eerst even rustig naar de observatiehut, dat u een inkijkje hebt vanuit onze observatiehut op de kooiplas. We staan hier voor onze kijkhut, waar vanuit je kan zien wat er op de plas zich afspeelt. Deze kijkhut die wordt dus ook gebruikt door mijzelf, maar ook door onze vrijwilligers als we komen voeren en tellen. Dus je blijft blind voor de eenden, zoals wij dat in kooikerstermen noemen, dus uit het zicht van de eenden. Je mag geen lawaai maken. En dit wordt ook gebruikt voor de excursies. Dus dan kunnen mensen tijdens de excursies kunnen ze hier binnen even een kijkje nemen. En dan kunnen ze zien hoe dat werkt, ook als alle broedkorven in het voorjaar op de plas staan. En dan kan je de verschillende soorten eenden zien. Op dit moment hebben we bijna alleen de wilde eend zitten. Dus niet in het wild levende eend, maar de soort wilde eend. Nu is alles in een ander kleed. We zien niet het verschil meer tussen de boeren, de mannetjes en de vrouwtjes, want ze zijn volop in de rui. En in deze periode zijn de eenden ook vrij ril. Dat betekent dat ze schuw zijn, omdat ze slecht in het verenkleed zitten. En dan, dan heb je altijd wat minder eenden. Maar wat mijn inschatting is op dit moment nog, had ik dinsdag telde altijd nog een 75 eenden op de plas zitten. En dat zijn eigenlijk onze makke vliegstal eenden. Want het is namelijk zo, iedere kooi heeft een makke stal. Dat zijn de eenden die hier dagelijks verblijven. Die zijn niet gekortwiekt, die worden er niks mee gebeurd, die kunnen gewoon de polder in. En die komen hier altijd naartoe om uit te rusten, want ze weten dat ze hier gevoerd worden. Die zijn ook vrij gewend aan ons, aan de vrijwilligers. En ze weten dat ze hier dagelijks gevoerd worden. En die makke staleenden die gaan heel makkelijk die vangpijp in en die lokken dan ook het wild mee wat hier komt. Dus die kooiker, als hij nog ving voor de bouw, dus voor de poelier, dan trok dat wild met die makke staleenden mee. En die makke staleenden die schrokken daar niet zo erg van als die kooiker zich liet zien, maar het wild dat zat dus in de val. En die ging dan zogezegd de pijp uit. We lopen even naar binnen en dan kijken we even met de camera, even door het kijkgaatje. Dan kunnen we even een opname maken van het paradijsje wat er achter deze houtrail zit. Nou, jullie zien dus, we moeten nu zachtjes praten. Anders vliegen ze allemaal de kooiplas af. Alle eenden zijn volop in de rui. En er zit dus nog wel een koppeltje eenden van, ja inderdaad, ik schat een
70 eenden zo in zijn totaliteit. En zitten er nog wat op de zonneweidjes, zoals wij dat noemen, op de kant. En dit is dus eigenlijk een beetje onze makkerstal, onze makkervliegstal. Dat zijn de eenden die hier dus de hele dag vertoeven. Nu zijn er alleen wat wilde eenden. In de winter hebben we, als er een beetje vriest, en de kooiplas ligt een beetje dicht, en de poldersloten leggen goed dicht, dan hebben we hier echt honderden eenden zitten, waarvan ook wel enkele honderden smieten. En dan legt deze plas helemaal vol met wild, zullen wij dat zeggen. Ja, en dat is als kooiker natuurlijk even kicken als je dan op je plas komt. En de verschillende mooie aparte soorten zie je er dan wel eens tussen. Maar over het algemeen is dit een kooi voor de wilde eend. Het is een landkooi, want je hebt verschillende soorten kooien in Nederland. Je hebt zeekooien, rivierkooien en landkooien. En een landkooi is eigenlijk geënt op het vangen van de wilde eend. En zeekooien, die hebben heel vaak dat ze blauwgoed eendjes vangen, zoals pijlstaarten, smint, noem maar op, dat andere goed. Maar wij vangen over het algemeen de wilde eend. Landschap Noord-Holland heeft nog 4 kooien in Noord-Holland in zijn bezit, waarvan deze kooi tot nog toe alleen het beheer. En wij willen eigenlijk alleen nog maar gaan vangen voor wetenschappelijk onderzoek. Dus wij zijn nu bezig, een collega vrijwilliger van de kooi, mijn collega Hans Welbers en ik zelf, zijn nu bezig via het vogeltrekstation een ringcursus te volgen. Dat is nog een beetje een langdurige cursus. En dan komt hier een mentor van het vogeltrekstation en dan gaan we wetenschappelijk onderzoek doen we dan naar de eenden. Ze krijgen die we vangen, ze krijgen een ring om, het wordt allemaal geregistreerd. En wat wij in de toekomst willen gaan doen hier in deze kooi is ook het influenza onderzoek bij eenden gaan toepassen. Dus vooral in de herfst de vogelgriep willen wij gaan checken. En dat is wel heel belangrijk dat we daar een landelijk idee in hebben van waar die eenden vandaan komen. En dan hoop je maar dat je een geringde eend vangt die ergens anders geringd is. En dan kan je zien van uit welke hoek, uit welk land eigenlijk dat influenza hier in Nederland terechtkomt. We staan hier eigenlijk voor de houtrail die om de kooiplas heen ligt. Wij moeten natuurlijk zorgen dat je als kooiker en ook de vrijwilligers dus altijd blind blijven voor de eenden. Dus nogmaals, uit het zicht van de eenden. En maar wij moeten dus een hoge wand houden om die kooiplas. Hoe doen we dat nu? We hebben om de eendenkooi staan, in de kooibossen, hebben we een kleine 300 knotwilligen staan, waarvan ieder jaar de helft wordt geknot. Al die takken moeten wij bundelen, uit het kooibos vandaan slepen. We hebben een bundelapparaat en die bundelstakken die leggen wij allemaal op, zoals wij het noemen, op onze houtrillen. Want die zakken ieder jaar weer wat in, dus ieder jaar moeten wij dat allemaal weer daarop leggen. En dat is altijd ieder voorjaar een enorme klus. Dat is de eerste klus die we gaan doen op 1 februari als het werkseizoen weer begint. Want voor 1 februari doen we dat niet, want dan zitten we nog in het jachtseizoen. En dan willen we echt absolute rust hier hebben. Dan wordt er ook niet gewerkt. Vanaf 15 augustus tot 31 januari is het jachtseizoen volgens de wet. En in die periode houden wij volkomen rust hier op de kooi. We staan hier dus voor een van onze 5 vangpijpen van deze eendenkooi. En in het vangen van eenden in eendenkooien zijn verschillende systemen. Je hebt het Friese systeem, het Overijsselse systeem, het Gelderse systeem, het Hollandse systeem. En wij vangen hier met het Overijsselse systeem. En wij hebben dus 1 vangpijp waar we met het Friese systeem vangen. En het Friese systeem is ook wat meer geënt op het vangen van de blauwgoedeenden. Dus niet alleen de wilde eend, maar andere soorten eenden. Hoe werkt het nu? Je ziet hier, we kijken zo in die vangpijp. En die is omgeven door rietschermen, dichte schermen aan de beide zijkanten. Dat zijn onze zogenaamde loopschermen. Zodat je altijd blind blijft voor de eenden als je ze gaan voeren. In die vangpijp ziet u hier nu ook allemaal kleine korte schermpjes. Wat doet die kooiker nou als hij gaat vangen? Of dan gaat hij naar het begin van de vangpijp, bij de plas. Daar strooit hij wat voer. En dan loopt hij achter die korte schermpjes om en tussen die korte schermpjes door strooit hij dus wat voer in de vangpijp. Wij voeren met tarwe. Die vangpijp die is niet dieper als 40 centimeter. Dat is wettelijk vereist,
Hij mag daar niet dieper zijn, want die eenden die grondelen op hun kop. De staartjes staan altijd omhoog. Dus ze moeten bij de bodem kunnen. Die eenden die weten dat. En die tamastaleenden die lokken het wild mee de vangpijp in. En u ziet ook dat die vangpijp in een bocht loopt. Die loopt niet in een rechte sloot, om het zo maar te zeggen, naar de plas toe. Waarom is dat? Als die eenden eenmaal hier zwemmen, op het laatste stukje, en het laatste stukje is een recht stukje, dat noemen we het scherpe end. Dus die eenden die hier op dit voorste stuk zwemmen, hier vlak achter deze achter die overval, die zien de uitgang niet meer. Daar komt ook de term vandaan, hij gaat het hoekje om. Of hij gaat de pijp uit. De term, hij werkt achter de schermen. Dat komt allemaal uit de eendenkooi vandaan. Dat zijn oude kooikastermen. Wat gebeurt er nu? Die eenden zwemmen hier op het scherpe end de meeste. Die kooiker heeft na het voeren door een zijuitgangetje, loopt hij weer terug naar het begin van de plas. En dan laat hij zich zien. Dat houdt dus in dat die eenden die schrikken op. En de tamme staleenden die weten dat. Die gaan gewoon rustig vliegen ze terug. Maar het wild die wordt eigenlijk opgedreven door die kooiker. En die vliegen op en die vliegen in dit net. Een eend die opvliegt, die stijgt altijd zo op. Dus niet als een meerkoet of een zwaan op een gans, die gaat over het water lopen en dan zachtjes omhoog. Nee, een wilde eend stijgt altijd recht omhoog. Hij vliegt altijd tegen wind omhoog en naar het licht. Dus de vangpijp waarvan de eenden tegen wind hebben om in die spiegel te vliegen, dit noemen we de spiegel dit net, je moet zorgen dat je altijd vangt tegen de wind in en naar het licht. En als u zich nu omdraait, dan ziet u hier achter deze vangpijp dat er geen bomen staan, dat het open is. Dus er is altijd licht. Dat is de weg. Dus ze stijgen tegen wind op en naar het licht. Nou, wat gebeurt er nou? Die eenden zijn dus geschrokken van die kooiker. Die kooiker die ziet een aantal eenden tegen het net aanvliegen. Dat kan helemaal geen last, daar hebben die beesten geen pijn van, daar waren ze niet gewond van, niets. En die vallen, als ze tegen het net komen, naar beneden, in deze ruimte. Deze ruimte, dat noemen we de overval. In die overval staan een aantal dode takken. Waarom doen we dat? Wat ik al zei eerder, die eend vliegt zo omhoog, dus doordat er van die takken in staan, kan hij niet opstijgen. Nou, die kooiker, die heeft die eenden dus opgedreven, die loopt rustig naar de overval toe. Hier lopen hopelijk een aantal eenden in van zijn vangst. En die jaagt ze een beetje rustig die kist in. Aan het eind van die kist zit gaas. Dus ze lopen naar het licht toe. En als ze nou achterin zitten, dan zegt hij, huppakee, laat die luikje zakken. Dus dan heeft hij ze gevangen. Het is gewoon een heel simpel systeem. Voorheen, dat er nog voor de bout gevangen werd, zaten ze dus in deze kist. En dan maakte hij ze open. En dan werden die eenden dus op een hele nette, correcte manier door die kooiker genekt, om het zo maar te zeggen. Doodgemaakt. Maar wij vangen dus niet meer voor de bout hier. Nogmaals, wij vangen alleen om te ringen. En als wij dus ringen, halen we er eend uit. En dan gaan we naar bij het kooihuisje, gaan we dat allemaal registreren, alles. En hij krijgt een ringetje om en dan wordt het beestje weer keurig vrijgelaten. Alleen de raszuivere eenden, die ringen wij. De soepeenden, zoals wij zeggen, de verbasterde eenden, die laten we ook meteen vrij, want die ringen we ook niet. Nou, dit is dus een beetje de uitleg van het vangsysteem, de Friese lange matpijp. Zoals u ziet, hier staan niet allemaal van die kleine kortschermpjes in, maar één lange mat daar. Vandaar de naam de lange mat. Nou, hier had je dus een hondje bij nodig. Wat gebeurde er nou? Die kooiker, die liep hier, die strooide wat voer. En dan zat hier in die rietmat hier ook, zat een gaatje en dan zei hij tegen dat hondje, zo'n kooikershondje begrijpt alles wat die kooiker zegt. Die kooiker hoeft niet eens te praten tegen hem. Als hij zo deed, dan snapte die hond wat hij doen moet. Dat hondje ging dus op die zonneweidjes lopen bij die kooikers met dat staartje, dat kooikershondje. Lekker zwieberen en die eenden trokken op dat hondje.
Dus hij lokte ze hier naar binnen. Om toch blind te blijven voor de eenden, heb je hier een kort schermpje aan de zijkant hangen. En als die kooiker daar dus liep en die eenden zwemmen daar, zien ze door dat korte schermpje net die uitgang niet meer. Ja. Maar in dit soort vangpijpen vang je dus blauw goed eenden. Dat is ook wel leuk om te weten. Vroeger werden natuurlijk bij duizenden eenden uit die eendenkooien verhandeld. Vooral ook op de Waddeneilanden had je nog een aantal kooien, vangende kooien. En die mensen leefden van die kooi. Maar dan had je natuurlijk ook, de handelsprijzen werden bepaald door eenheden. En die eenheden noemden ze een wet of een war. Wat is namelijk het geval? Je hebt verschillende soorten eenden, maar de ene eendensoort is zwaarder dan de andere eendensoort. De wilde eend is eigenlijk de zwaarste eendensoort. Dus een wilde eend gold voor één wet in de handel. Nou, die eenden, u ziet, die vangpijp mag niet dieper zijn dan 40 centimeter. Die eenden grondelen dat graan van de bodem af. Maar wat gebeurt er? Door dat heen en weer van die zwemvliezen, slipt het grond, werken ze uit die vangpijp vandaan. Dus die vangpijp wordt dan te diep. En door middel van die latten die ertussen zitten, hou je de grond vast. Wat ook een heel bijzonder aspect is, wij zitten hier boven het oerei. Wij zitten in het oereigebied. Je zit hier op de strandwal. U ziet het wel, dit is geen bagger wat hier ligt. Als ik hier een schep in douw, dan heb ik op 20 centimeter diepte blauw zand met schelpen. Op strand. Wij zitten hier boven op het oerei, op de strandwal. Dat is heel leuk om te zien. Dus eigenlijk historisch gezien is de locatie van deze kooi ook nog verbonden aan de historie. Ja. Nou, we zijn hier gekomen bij, zoals wij het noemen, het voerhok. Wij voeren de eenden met tarven. Dat kopen we bij een akkerbouwer. Wij hebben per jaar ongeveer om en erbij de 1500 kilo tarven nodig. En dat moeten we door het land allemaal aanvoeren op ons kleine trekkertje. En dan moeten we het in zakken vullen vanaf die boerenkar en dan helemaal door de koor rijden. En dan doen we het hier dus in onze bulkbakken. En dan komt u maar even binnen en heeft u een kijkje van hoe dat gaat. We zijn dus nu alweer bijna door ons voer heen. Kijk, hier hebben we het laatste restaurant. We hebben echt goede tarven. Dit is zuivere tarven. Hier kun je gewoon dus een mooi broodje van bakken. Ik zal het nu niet meer doen, maar als het in september weer, eind augustus weer vers aankomt, dan is het prachtig mooie droge tarven. En u ziet het wel, er gaat dus heel wat in. En wij voeren heel wat op. Dit is ons kooihuis. Op een eendenkooi hoort een kooihuis. En dat hadden wij hier niet. Totdat een buurman van mij ging verhuizen naar een ander huis. En daar stond deze blokhut in zijn tuin. En wij waren daar even belangstelling naar zijn nieuwe huis aan het kijken. En toen dacht hij, nou die blokhut moet ik kwijt. Want dat vind ik zo'n onding in mijn tuin. Ik zeg, ho, niet te vroeg wegdoen. Met de vrijwilligers hebben we hem gesloopt. Het enige wat we moesten waren nieuwe dakplaatjes op het dak. We hebben het keurig geschilderd. En we hebben dus nu een kooihuis. En dat gebruiken we dus in de winter als we hier zijn als, om een bakje koffie te drinken en ons broodje te eten. Maar ook met excursies voor educatieve doeleinden. Hier leggen we wat lectuur neer, er hangen wat foto's van de kooi. Andere dingetjes die we hier dan vertellen. Dus wij hebben weer een kooihuis. Maar dat kooihuis, dat had natuurlijk ook vroeger een functie. Het was namelijk zo. Kijk, wij hebben hier machines. Wij hebben hier alles van de moderne tijd om het spul te onderhouden hier. Vroeger had die kooiker dat niet. Wat je die kooiker had, die had een zeis. Of een bijl of andere dingen. En dan gebeurde het vaak dat die kooiker in het kooihuisje bleef slapen. Hij had ook zijn voer hierin staan. Er zat meestal een kacheltje in. Want waarom bleef hij hier wel eens slapen? Kijk. Hij wilde zijn eenden niet verstoren als hij werkzaamheden moest verrichten. Als hij dat overdag volop deed, dan raakte hij veel eenden kwijt. Wat deden ze dan? In de avondtrek gingen die eenden weg, wat ik al in de kijkhut vertelde. En dan ging hij bij volle maan, ging hij zijn werkzaamheden doen, want dan was die plas toch leeg. En bij volle maan ging hij dan aan de gang. Dat kooikershondje,
dat verbleef ook vaak in het kooikershuisje. Er waren verschillende kooikers die kooikershondjes hadden die nooit mee naar huis namen. Die bleven op de kooi, want die hondjes waren spijkerhard en sterk. En die bleven gewoon op die kooi. En dat was de doelstelling van het kooikershuisje. Dit is nog een heel belangrijk aspect binnen de kooi. Dit is onze wateroverlaatput. Het is namelijk zo, het pijl van de dijen, wat daar loopt, tegen de koog aan, is altijd 10 tot 15 centimeter hoger gemiddeld als dit pijl aan deze kant van de kooi. Dat is het Castricumme pijl. Wij hebben namelijk bij het slootje aan het begin van de kooi, aan de andere kant, bij de dijen, hebben wij een pijp door de sloot laat lopen bij een overlaatje. En die loopt de kooi in naar de kooiplas. Dus er wordt vers water aangestroomd. En omdat dit water meestal lager ligt aan deze kant, stroomt het hier dus weer uit. Dus het houdt in dat wij altijd vers water binnenkrijgen. En dat is ook een heel groot belang voor ons, want wij zijn als de dood voor botulisme. En als je stilstaand water hebt, krijg je zo botulisme. En botulisme krijg je bij als het water boven de 20 graden wordt. En onze kooiplas is ongeveer in de midden ruim een meter diep. Dus je hebt snel dat je botulisme hebt. Maar doordat je doorstroming houdt, verkoel je het water ook redelijk. Dus dat is heel belangrijk. Dan gebeurt het wel eens dat wij enorm laag water op de plas hebben. Of veel te hoog, dat dit pijl ook hoog staat. Nou, dan heb ik een goede verstandhouding met het Hoogheemraadschap. En dan bel ik de desbetreffende persoon op. Dan zeg ik, Hans, ik heb te hoog water in de plas. Kun je even op je telefoontje dat ding bij Castricumme even aanzetten? Weet je wel, dus dat is ook weer leuk. Maar dat zijn wel belangrijke aspecten. Dat moet je gewoon iedere keer in de gaten houden. Een gedeelte van de kooi, dat de noordzijde van de kooi, dat noem je altijd de borst. De borst van de kooi, dat is de noordkant. Achter die noordkant van die kooi hadden die kooikers vroeger een boomgaardje. Want dat was natuurlijk best wel armoedtroef hoor, want de kooiker was geen vetpot. En dan hadden ze ook een boomgaardje waar ze wat fruit teelden. Wat ze ook veel deden, en dat hebben wij hier ook nog, enorm veel sneeuwklokjes. Dat is natuurlijk bosgrond, dus die sneeuwklokjes die bloeiden in die kooien weelderig. En dat verkochten ze dan ook weer. Een van onze vrijwilligers, ik kan het wel zeggen, Wim Dudink, die is helaas overleden. En die hield van elstarren. En toen had zijn vrouw gevraagd of wij hier een elstar als nagedachtenis van Wim wilden planten. En dat hebben we dus ook gedaan. En je ziet het, hij doet het.